heeft de debutant in de hoogste klasse weer uitzicht op het behoud. Maar het moet dan wel punten blijven sprokkelen in eerste instantie tegen Eendracht Aalst. Peter ten Ruiter. Koude avond in de Leunen, het stadion van Verbroedering Geel. Aalst met 1 in de aanval, voorzet Temmerman, Geoffrey Klaes mag 2 keer proberen. Ronnie Schuurmans werkt in hoekschop. Een kwartier gespeeld, Verheer gooit de bal voor doel. Schekker legt hem klaar voor Sandor Pruisinger, maar die schiet onbesuisd naast. Dit had de 1-0 moeten zijn. Geel heeft enkele goede acties in huis. Jeff Delen op wandel in de Aalst defensie, geen probleem voor Jan van Steenbergen. Delen blijft Aalst op de hielen zitten. De bal strak voor. Zoltan Peto krijgt hem niet onder controle. Geel morst met de kansen. Een half uur gespeeld. Versavel gaat aan de haal. Milosevic met de arm. Spelbederf, zegt scheidsrechter De Blekere. En rood terecht gefloten voor de fout. Maar rood is wel een erg zware sanctie. Geel met een man meer. En opnieuw een kans voor Pruisinger. Die ziet geen maat staan. En schiet dan maar zelf in het zijnet. Net voor rusten, Skaba Verheer zet de bal voor van op rechts. Delen met het hoofd. Het blijft 0-0. Leuke eerste helft met vooral Geel in de aanval. Begin van de tweede helft. De koffie van Aalst was iets te straf. Thibaut neemt aan en schiet over. Bij Geel is Versavel vervangen door de IJslander Benediktsson. En dan wordt Geel opnieuw wakker. Pruisinger twijfelt en geeft aan Delen. Opnieuw een strakke voorzet en Dalemans werkt af. Verdient 1-0 voor Geel, een doelpunt van een goede tandem, Delen Dalemans. Dolle 10 minuten voor Geel, de ingevallen Benediktsson met de vrije trap. De Geelse spitsen komen deze keer te laat. Een kwartier gespeeld, Geel kiest resoluut voor de aanval. Aalst daarentegen wacht op de tegenaanval en dat loont bijna. Thibaut heeft de 1-1 aan de voet. Benediktsson is een goede wissel voor Geel. De bal naar Pruisinger en die mist opnieuw. Dat heeft zware gevolgen, want Aalst speelt snel de ingevallen Patrick Dimbala aan. Die aarzelt niet en in plaats van 2-0 is het plots 1-1. Patrick Dimbala ingevallen voor Cosimo Sarli. En Geel moet oppassen of ze verliezen ook dat ene punt. Klaes met een 50 meter pas, Thibaut naar de winkelhaak. Het wordt een hoekschop. Arts knikt binnen, een koude douche voor Geel. Realistisch voetbal heet het bij Aalst. En de ellende is nog niet geleden voor Geel. Van Meesu staat 1 minuut op het veld en mag gaan douchen van scheidsrechter De Blekere. Tackle langs achter, Van Meesu is er het hart van in. Aalst kan het 5 minuten voor het einde helemaal afmaken. Koreman met een spurtje, Dimbala draait en keert en trapt zwak. Maar neemt samen met Aalst de 3 punten mee naar huis, op naar het carnaval.